En we gaan het onder andere hebben over de cadets. Zij hebben het afgelopen weekend de topposities bereikt op de Caribbean Girls 3D Virtual Hackathon 2021. En zij zijn onze eerste gasten voor vandaag. Julie en Manisha, welkom in de studio. Dank je. How are you? We're great. Oké, de cadets. Can you tell us more about this organization? Yes, CODETS, our organization is officially founded in 2018. CODETS runs two boot camps for younger groups from 14 age above, where we train students electronics, programming, and digital fabrication. And we also have a one-year program where we train ladies from the age 14 all the way to 50, more in depth with these elements. After they graduate, they can become tech entrepreneurs, lab managers, and they can build solutions for both our local and regional. They can build IoT solution for both local and regional. Yes. Okay, and Julie, we had the virtual hackathon this weekend. How was the preparation? What did you do to prepare the girls, the two teams, to participate in this event? So this event was going on for already 3 months, but we were requested to submit our idea 1 week before the submission, the first submission. So it caught us off guard. We were in a rush for the first submission. We were participating with 100 other teams, and we came in the top 30. And then we had 2 weeks to submit for the finals. But 1 week within that finals, we thought the solution was actually a physical IoT prototype. So we were busy building this solution, and then we realized it was actually just the animation video, not the prototype. So we literally had 1 week to develop this animation video, which we've never built ever, and to submit for the finals. And it was challenging for the animation part, but we did have prior experience to building the electronics because the students came from our bootcamp program. Okay, and now one of the winning team members is here, Manisha Ajako. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook meegedaan aan deze hackathon. Kan je ons vertellen, hoe vond jij het zelf? Boy, in het begin heb ik gehoord van we hebben een deadline binnen een week. Ik was bang van wat moeten we doen. En ik dacht van, ik had al een verslag gemaakt over landbouw en klimaatverandering. Heb ik mijn groepsleden gevraagd van laten we zo'n idee nemen en het gemakkelijker maken voor de boeren en landbouw te automatiseren. Yeah. Oké, okay. En in welk team zat jij? Je had de team Girl Code en team, even kijken, Fusion Girls. In welke van die teams zat je? De Girl Code. Oké, en Girl Code heeft de eerste plaats gehaald op deze, of tenminste bij dit event. Hoe vonden jullie het zelf? Oh, ik was echt blij toen ik mijn naam nog niet had gehoord. Op de tweede plaats was ik like, oké, ik ga weg. En gewoon zo hoorde ik mijn naam, was ik like, yes, ik ben zo blij. Oké, jullie hebben een app ontwikkeld voor landbouwers. Wat kan ik me daarbij voorstellen? In de FarmBuddies dashboard, waar je daar kan, je kan op de zoutgehalte van de bodem checken, je gaat de lichtintensiteit checken, je gaat watergehalte checken. En alhoewel het alles checkt, kan je ook FarmBuddies kan dan irrigatiepompen inschakelen, fans en ook dingen voor bemesting. Ja. Dus dit is eigenlijk een all-in-one app. Mm. Hebben jullie het ook uitgetest? Ja, we hebben het ook uitgetest. In onze finale ronde hebben we een animatievideo gemaakt en een demonstratievideo ervan. Ja. Oké, en natuurlijk, ik heb zo'n beetje de zaak gevolgd. Ik heb een beetje bekeken. Men mocht ook op jullie stemmen. Maar binnen de samenleving was er niet echt bekendheid over de cadets. Hoe hebben jullie mensen zo ver gekregen om ook op jullie te stemmen? Vrienden, klasgenoten, familieleden, we hebben hun laten delen en daarna weer laten delen. Oké. En nu zijn jullie nummer 1. Nog een ander team van de Codets is nummer 2 yeah. van deze hackathon. Wat volgt voor 2022? Want nu hebben jullie anderen geïnspireerd
om ook mee te doen of te sluiten. Als meisjes zich willen aansluiten, want ik heb begrepen het is voor girls. Where can they go if they are interested? Can you tell us more about it? Yes, we are running and we're continuing to run the 3-month cycle for the younger students, the InnoStarter. And at the end of the year, our goal is to do the bootcamp, CODETS bootcamp again. So if students are interested in being part of CODETS, they can email us at codetsorg@gmail.com, check us out on Facebook, Twitter, Instagram. Just send us a message and I'll put them on the waiting list. They will get called for an interview and they can sign up for our training program. And which age category can register? We start at age 14. Age 14. Yes, plus all the way to 50. Okay, yes. That's interesting. Yes. Okay, do you have 50-year-olds? Yes, in the CODETS bootcamp, our oldest student is Ivy, and she's 50. And she's building an IoT solution for the kids with dyslexia, because her son has similar issues. Okay. So it does not matter what age you are or what idea you would like to build. If you have an idea, we teach you the skills to build your solution. Okay, that's great. And Manisha, tot slot, heb jij nog iets dat jij aan jonge meisjes wil aangeven? Ik wil zeggen dat ze niet bang moeten zijn om hun dromen te volgen, alhoewel het ICT is, ze zeggen van het is een mannenwereld. Het is ook voor vrouwen. En iedereen kan zoiets uithalen. Oké, dan is het duidelijk. Jullie hebben het gehoord daar thuis. Niet alleen mannen kunnen zich voortbewegen in ICT. Vrouwen kunnen het ook en dat hebben de cadets het afgelopen weekend bewezen door de toppositie te halen in de virtual hackathon 2021.